Goed mensen, ik ben Sam en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Fellowship aflevering. Jongens, er waren net iets van 10 stemmen meer in de Nether. Dus wij gaan in de Nether gaan... Oh, wauw, dat hak je echt super snel weg. Wij gaan in ieder geval in de Nether gaan we even kijken wat we allemaal kunnen vinden. Ik ben toch best wel heel erg benieuwd en ik wou dit eigenlijk ook al meenemen. Als die beesten niet boos worden. Worden jullie niet boos? Nee, jullie blijven gewoon chillen. Nice. Wat is dit eigenlijk? Is dit sulfur? Ik denk het wel, hè? Sulfur cloud, inderdaad. Wat staat er? So light and fluffy, 2x2 converts into sulfur. Oh, daar heb ik nu alleen 3 van. Zo, there we go. Nu hebben we er 4. Wat is dit? Sulfur in, converts into gunpowder. Oké. Okay. Oh, wat is dat? Een imp! Oh my god, jongens, een imp! Jesus Christ, is zo gevaarlijk. Oh, dit gooi even allemaal weg. Dit gooi even allemaal weg. Wat nog meer? Spider Eye. Dat is op zich wel allemaal oké. Okay. Jongens, momenteel zitten we te livestreamen. Dus als je nog niet hebt gecheckt, check het dan even. We gaan in rond 7 uur zijn we aan het livestreamen. Dus dat is natuurlijk wel leuk om even te checken. Even te checken dat we live zijn. There we go. Nice. Ik weet niet wat er eigenlijk allemaal is in de Nether. Ik denk... Oh. Get away from me. Nobody likes... What? Wat is een... Heat Scar Spider. Oh my god. Oké, okay, dit ga ik niet killen. Vallen deze monsters eigenlijk me allemaal aan? Yeah, they do. Oh my lord. Oh lord. Lord, 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 lord. Dit is een spin. Oh my god, hij is zo groot. There we go. Oh my god. No, you're kidding me. Oh shit. Get away. Get owned. Wat droppen die? Flame string? Wat kunnen we van flame string maken? Wil ik even kijken. Oh. Oeh, dat ziet er leuk uit. Wat is dit? Een fuse wood bow. Een dark wood bow. En je kan gewoon letterlijk bogen maken. Ghost wood. Blood wood bow. Is dat het enige? Wat is dit dan? Dat is niks. Oké, dat is wel een beetje anticlimax. Quest en factions. Dat is gewoon hetzelfde. Oh, maar je hebt dit nu ook. Hierachter of zo. Ik weet niet wat, precies wat dit is. Voor backpack, sowieso. Maar ik heb nog nooit een backpack gezien hier in Fellowship. Oké, we hebben dus flame string. Nou, daar kunnen we misschien wel leuke dingetjes mee maken. Nog niet hoor. Dat ga ik laten... Oh, wacht, ik kan hem killen. Ik kan hem killen. Yeah, there we go. Nice, nice. Miso OP. Oh, die imps doen gelukkig niet. Oké, we hebben een gadster. Nice. Oké, dat ging nog best wel makkelijk. Ik dacht dat het even wat moeilijker was. Maar blijkbaar niet. Nope. Oh, wat is dat erboven? Wat is dit voor biome überhaupt? Wow, oké. Ghost trees blijkbaar. Nice, die wil ik wel even omhakken. Oh, dat is gewoon een normale raid, of niet? Ik denk het wel. Die enemy daar. Ik denk dat hij gewoon normaal is. Ik denk dat hij niet gevaarlijk is of zo. Wat zit hier allemaal boven? Oké. Een soort ghostwood village of zo. Wat is dit voor blok, zeg? Niks? Oh ja, hier. There we go. Nice. Blue glow shroom. Oh, yes, jongens, ik heb de hik. Wat leuk, ik heb de hik. Dit hebben we niks aan, hebben we niks aan. Coral hebben we niks aan. Zo. Oké, nou de Oh, je kan er echt doorheen ook. Dat is best wel sick. Hier wil ik best wel veel van hebben. White tree, nou, dat vind ik eigenlijk niet zo super mooi. Hier beneden nog wat? Wat is dat? Oh my god, die beesten maken zo'n eng geluid. Wat is dat daar? Laten we even gaan kijken wat dat precies is. Hier kunnen we allemaal nieuwe blokken en zo allemaal fixen. Dus dat is wel leuk, vind ik. Altijd nieuwe blokken, alles lekker nieuw. Zo, en wat is dit? Green glow shroom. Wauw. Kun je om uit te spreken. Zak je hier doorheen? Nou, je kan erop staan. Sick, maar wat is dit dan? Oh, dit is ook een soort leaf. Wat voor wood is dit dan niet? Even kijken. Wat is dit? Bloodwood. Oké, maar wat kunnen we van... Dat is fire resistant tree. Oké, nou, leuk om te weten. Boven nog wat. Nope, alles van ons erboven. Best wel interessant eigenlijk wat je hier allemaal hebt. En je hebt hier eigenlijk best wel heel erg veel. En kijk, hier heb je ook nog allemaal witte shizzle-bizzle. Dus je hebt best wel veel, jongens. Ik ben echt benieuwd. Ik ben echt benieuwd wat we allemaal gaan vinden. Hier kunnen we denk ik gewoon zo makkelijk doorheen hakken. There we go, nice. Kijk, dit gaat zo ontiegelijk snel, hè. Ik kan gewoon rustig doorlopen. Niks aan de hand. Wat quartz meenemen ondertussen. En dan... Oeh. Hallo. Hallo, my friend. Dan laten we hier maar ingaan, hè. Dat is makkelijkst. Hè, pikminch. Zo, nee, die kunnen we allemaal weggooien. Jee, ik ben constant bezig om dingen weg te gooien. Ik moet echt een backpack hebben. Lijkt mij in ieder geval wel handig. Zo, daar heb ik ook niks aan. Ja. Ik ga jullie boom niet omhanken. Want ik weet al wat er gaat gebeuren als ik mijn boom... ik heb... Oh, gelukkig. Span terug. Ik heb gelukkig... Like, echt gelukkig heb ik dat neergezet. Anders wist ik echt niet waar ik naartoe moest. Oh. Dus hier is niks.
Is niks hier? Ik denk dat niks is hier. Hierboven ook niks. Nope, dan gaan we gewoon naar het zuiden. Want ik ben erg benieuwd wat hier is. Jongens, ik wil in ieder geval wel zeggen dat het geen lange aflevering wordt. Want ik ben ontiegelijk druk. Ik moet project Lord of the Rings moet ik nog editen. En ik ga vanavond dus livestreamen. En dus het is voor mij nu 3 uur. En ik moet nog een vlog editen. Ik moet nog project Lord of the Rings editen. Ik ben best wel heel erg druk vandaag. Dus het wordt ook een korte aflevering helaas. Maar ik ga gewoon lekker in de nether. Oeh, gevaarlijk, gevaarlijk. Nobody like. Ik ga gewoon lekker in een nether dorp en kijken waar ik eigenlijk een beetje uitkom. Wat ik een beetje kan vinden. Nou, dat lava is blijkbaar weg. Fijn, super fijn. Maar kom ik hier uiteindelijk ergens uit? Ik zie hier wel allemaal dingen. En ik zie ook hier zie ik iets. Zo'n biome is hel. Oké, dat is leuk om te weten. There we go, is level 32 alweer, jongens. Super hard. Zo. Hallo. Ben er weer, what up? We hebben niks meer aan. Glowstroom wil ik nog wel meenemen. Nou, strings heb ik in principe ook. Nou, strings wil ik nog eigenlijk wel meenemen. Oh my god, sorry jongens, pak ik weer alles op. Lekker ben ik. Zo, dit kan weg. Oké, dus waar is het? Het is daar. Daar vinden we denk ik een dungeon. En ik hoop dat we daar eigenlijk een infinity orb gaan vinden. Ik hoop het serieus zo erg. Maar ik ga er niet op hopen. Want als je erop gaat hopen, dan ga je het verwachten. En als je het verwacht en je vindt het niet, dan word je alleen maar sad. Dan denk je echt zo, nou, oh, het zit er niet in. Hoe kom ik daar? Kan ik hier gewoon naartoe lopen? Ik denk het niet, hè? Het is allemaal dicht. Oeh, hallo. Een baby pigman blast op Weber Ninja. Oké, dat is interessant. Nog nooit eerder gezien. Oké, hoe kom ik hier? Moet ik omlaag? Moet ik omhoog? Dat is nog maar net de vraag, hè? Ik denk... Ik weet niet. Is het omhoog? 127 is het. Nee, het is omhoog. Sowieso omhoog dan. Ik ben nu op 90. Dus moeten we even een hele eind moeten we omhoog. Mijn pickaxe gaat hier ook lekker snel stuk van. Heerlijk. Nou, daar heb ik in ieder geval de levels om het te repareren. Hè. Daarvoor doe ik het. There we go. Nice. Woep. Woep. Gaat op zich gaat best wel hard. Oké, hoe zitten we nu? 10. Oké, we zijn er bijna, jongens. Are you kidding me? Are you kidding me? No, 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 no. Oké, dat was nog best wel... Ik dacht echt, ik ga dood. Ik ga dood. Toen dacht ik echt van, nope. Ik heb natuurlijk een healing spel. En toen ging de healing spel doen. Oh, het is die bedrock. Are you kidding me? Oké, dus het is echt heel erg omlaag. Ik kan natuurlijk niet springen en ook niet vliegen eruit. Kan ik in Vita Beast wel, maar niet hier. Dus ik moet oppassen. Woep. Dan gaan we maar helemaal weer omlaag, hè. Hartstikke leuk. Ik denk dat heel veel mensen zaten van, Sam... Sam, als je zo hoog gaat, dan kom je bij de bedrock, bij bedrock uit. Ik weet echt niet de hoogtelimiet en het limiet van de grond van de nether. Kijk, van de overworld weet ik dat wel, maar van de nether al sla je me dood. Maar ik denk als ik nu net omlaag ga, dat ik wel ergens uitkom. Dat ik uitkom in een dungeon. Mag ik hopen in ieder geval. Zo, kan... Zit hier nog steeds lava? Zit nog steeds lava. Dammit. Lapislazuli daar zo, niet nodig. Komen we hier nou uiteindelijk goed uit, of niet? Oh, lord, lord, lord. Daar gaan we weer. Ik pas niet op. Ik pas niet op. Ik ben een kluns, jongens. Kluns, zeg ik je. Nou, kom op. Het moet nu toch vlakbij zijn, of niet? There we go. Waar is het? Oh, ja, oeh. Daar wou ik bijna inspringen. Dan was ik wel dood geweest. Ik heb ook amper mana. Ik hoor heel veel blazes. Ik hoor echt, like, heel veel blazes. Ik ben vlakbij in de buurt, jongens. Sulfur, denk ik. Oh, daar is het. Ik kan ervoor kiezen om daar naar beneden te springen en alles te killen. Maar ik kan het ook voorzichtig doen. Oké, dit wordt nog best wel heel moeilijk. Want ik denk dat het een hele grote open area is. Ja, dat dacht ik al. Oh, hallo. Hallo, vriend. Doei. Oké, random. Oh my god, dit is allemaal obsidian ernaast. Oké, ik ga hier eens... Oh, lord. I know like, I know like. Get away. Nice. Spannen kapot. Dit is een rare kasteel, joh. Zo. Is ook kapot. En jij bent ook kapot. Oh, die blazerots wil ik eigenlijk wel meenemen, hoor. Die zijn wel veel waard. Snel, 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 snel. Kom maar. Ik drop echt... Hier droppen zoveel blazerots. Gewoon omdat ik looting natuurlijk erop heb.
Dan dropt het echt fucking veel. Dus ik heb looting erop. Ja, looting 2 heb ik erop. Oké, hallo spanners. How you doing? Ik ga alles kapot maken, jongens. Ik ga hier geen farm of iets van maken. Ik ga zelfs alles kapot maken. Because I know like blazes. Ik heb echt een hekel aan blazes. But chills, ik kan denk ik niet echt... Oh jawel, laat maar. Ik wou net zeggen, ik kan niet in de fik gezet worden. Omdat ik fire resistance heb. Maar dat natuurlijk wel. Ik heb natuurlijk geen fire resistance. Get away. Nice. Ik heb alleen night vision. Zitten ze hier nog meer? Nee, ik denk niet, hè. Oké, wat zit hier? Ah, yeah. Klik, jongens. We hebben een infinity orb. Daar kwamen we voor. Arrow kan weg. Dit kan weg. En die infinity orb gaan we meteen even adden. Dat is natuurlijk wel nice. Voor de rest zitten er echt allemaal items in dat ik niet nodig heb. En hier staat ook een chest, toch? Yes. Miniature. Part of a... I don't know. Neem ik gewoon wel mee. YOLO. You have gained a green skill point. Thank you very much. Thank you very... Oh, hier kunnen we natuurlijk weer niet omhoog. Oh my god. Dan moeten we even hout hebben. Waarom hoor ik trouwens... Ik wou net zeggen, die sounds zijn heel erg geglitched. Nu neem ik wel dit mee. Dat is handig. Zo. En dan kunnen we gewoon zo rustig omhoog gaan. Of niet, of niet, of niet, of niet, of niet, of niet, of niet. Oeh, ik moest weten. Ik moet... Oh lord. We gaan dood. Yes. Nope. 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 We won't die here. Not today. Later. Jij bent dood. En jij bent dood. En jij bent dood. En jij bent dood. Thank you very much. Ik neem een visie. En we hebben het gehaald. Oké. Leuke dungeon dit trouwens. Ik vind hem leuk. Ik vind hem leuk. Me like. Ja, hallo. Je mag best wel dood. Oké, dan niet. Wat zit hierin? Boek, boek, boek. Oké, er zit echt poep in. Hoe komen we hier weg dan? Like, seriously, hoe komen we hier weg? Ik zie hier allemaal... Dit is obsidian, hè? Als dit obsidian is, is dit dan ook obsidian? Weet niet, zullen we checken? Oh my god, er zijn nog meer. Waar spannen ze nog? Waar spannen hier allemaal vandaan? Nou, daar ga ik niet aan naartoe, hoor. Later! I'm out of here. Oh, doe hem alsjeblieft niet in het lava. Thank you very much. Zo, there we go. And we're out of here. Woep. Oké, ik ga kijken waar we nu uitkomen. Zit ik laag? 48. Ik denk dat het wel normaal is, 48, toch? Ik weet het niet. Ik weet niet wat normaal is voor de Nether. Oppas niet dat mijn pickaxe kapot gaat, jongens. Dat zal niet zo nice zijn. Komen we ergens uit? Komen wij ergens uit of niet? Ik denk het niet. Ik denk dat we uiteindelijk nergens uitkomen. Dat ik gewoon nu... Oh, there we go. Nice. Waar zijn we? Ja, dat is nog maar net de vraag waar we zijn, hè? Jongens, ik wil hartelijk bedanken kijken voor het kijken. Ik wil hartelijk bedanken kijken voor het kijken. Wat heb ik in godsnaam over? Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze video. Ik vond het super tof. Ik vond het wel leuk hier in de Nether. Wat is dit voor? Shizzle. Ik denk sulfur, nogmaals. Hallo? Oh, hierzo. Wat is dit? Ash Cloud. Oké, dat is wel vet. Dus jongens, hartelijk bedankt voor het kijken van deze aflevering. Als je het leuk vond, vergeet dan niet even op dat groene duimpje te klikken. Check de livestream die momenteel bezig is als je dit op vrijdag kijkt. En ik zie jullie later. Jongens, ik zeg peace.